Hierbij open ik deze academische zitting waarin Amy van Kan het academische proefschrift getiteld Delivery After Caesarean, Chances and Choices in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van die proefschrift? Geachte prorector, geachte corona, beste familie, vrienden en collega's, van harte welkom bij de verdediging van mijn proefschrift. Het onderwerp dat hierbij centraal staat is de manier van bevallen nadat de vorige bevalling middels een keizersnede is verlopen. De zwangere vrouw, waarvan we op de kaf van het proefschrift de contour kunnen zien, heeft na een eerdere keizersnede de keuze tussen nogmaals een keizersnede, waar het chirurgische mes symbool voor staat wat we aan de linkerzijde zien, of een natuurlijke bevalling, waar de blaadjes naar verwijzen. De keizersnede is de meest uitgevoerde operatie bij vrouwen in de vruchtbare levensfase. En het doel is om complicaties bij moeder en kind te voorkomen. Echter, als er geen medische indicatie is, zijn er meer risico's voor moeder en kind. Het percentage keizersnedes verschilt sterk in heel Europa. Op de kaart kunnen we zien dat Nederland donkergroen kleurt, met een percentage van 17%. Terwijl Italië bijvoorbeeld een percentage van 38% heeft. Als gevolg van de toename van het aantal keizersnedes zijn ook steeds meer vrouwen zwanger na een eerdere keizersnee. In Nederland zijn het ongeveer 17.000 tot 24.000 vrouwen per jaar. Zowel nationaal als internationaal zijn er richtlijnen ontwikkeld over hoe de zorg voor deze groep vrouwen eruit moet zien. En de richtlijnen stellen dat deze vrouwen een keuze moeten hebben tussen het pogen van een vaginale baring of een geplande keizersnede. In de onderstaande grafiek kunnen we zien dat de risico's bij een geplande keizersnede kleiner zijn dan bij een ongeplande keizersnede. Vrouwen zijn ook meer tevreden naar een geplande keizersnede en de belasting van de zorg is minder groot, omdat de operatie op een gepland moment plaatsvindt. Bij een ongeplande keizersnede is het risico op complicaties groter. En daarbij moeten we denken aan het scheuren van het oude litteken, bloedverlies of schade aan andere organen. Daarnaast is het zo dat vrouwen vaak minder tevreden zijn en de belasting voor de zorg groter is. Omdat de operatie niet op een gepland moment plaatsvindt, maar vaak juist in de nacht of in het weekend. De richtlijnen stellen dat vrouwen volgens een bepaald aantal punten voorgelicht moeten worden. Allereerst moeten zij voorgelicht worden over de kans op een natuurlijke bevalling op het moment dat zij zullen proberen een natuurlijke bevalling te behalen. Daarnaast moet er gesproken worden over de kans dat het litteken van de vorige keizersnede kan scheuren tijdens de bevalling. Dit is ongeveer 1%. Deze kans wordt groter op het moment dat de bevalling wordt ingeleid middels medicijnen. De kans dat het kind komt te overlijden als het litteken scheurt is ongeveer 10%. Ook dit zal besproken moeten worden met de patiënt. Daarnaast moeten vrouwen voorgelegd worden over de voor- en nadelen van een geplande keizersnede. En als laatste moet er gesproken worden over de gevolgen voor toekomstige zwangerschappen. Zoals ik op het eerste kaartje al liet zien, is er een grote variatie in de manier van bevallen. En dus ook naar een eerdere keizersnede. Dit hier was gevolgd dat we denken dat de richtlijnen eigenlijk onvoldoende gevolgd worden. Daarnaast is het eerder onderzoek gebleken dat patiënten zich vaak onvoldoende geïnformeerd voelen en onvoldoende betrokken zijn bij de uiteindelijke besluitvorming in de manier van bevallen. Tegelijkertijd zijn zorgverleners juist bang om te veel informatie te geven aan de patiënten, omdat ze bang zijn voor een toename van het aantal keizersneden. Het doel van dit proefschrift is om allereerst te kijken naar de variatie tussen de ziekenhuizen in manier van bevallen na een eerdere keizersnede in Nederland.
Eerste kans op een geplande keizersnede, bijvoorbeeld groter in Amsterdam dan in Maastricht. Vervolgens hebben we een hulpmiddel ontwikkeld. Om vrouwen die zwanger zijn na een eerlijke keizersnede voor te lichten volgens de richtlijnen en meer te betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming. En uiteindelijk hebben we het hulpmiddel getest in de praktijk. Uit ons eerste onderzoek blijkt dat in 17 Nederlandse ziekenhuizen de manier van bevallen na een eerlijke keizersnede sterk verschilt. Het percentage in het geplande keizersnedeaantal is 6-54%. Als we gaan kijken naar vrouwen die proberen vaginaal te bevallen, dan lukt dit in zo'n 50-90% van de gevallen. Dit zijn grote verschillen. Er zou gezegd kunnen worden dat dit komt door verschillen tussen de patiëntengroepen. Maar als we ervoor zorgen dat al die patiëntengroepen gelijk zijn in de ziekenhuizen, dan blijkt nog steeds 85% van dit verschil niet verklaard te kunnen worden. Mogelijk dat de informatievoorziening door de hulpverlener of het lokale ziekenhuisbeleid een grote rol speelt. Een keuzehulp kan een handig hulpmiddel zijn om de zorg beter volgens de richtlijnen te laten verlopen. In de keuzehulp kunnen we namelijk alle benodigde informatie die de patiënt moet krijgen verwerken. En het is een handig hulpmiddel in de communicatie tussen arts en patiënt. Uit eerdere onderzoeken naar keuzehulpen is gebleken dat patiënten meer kennis hebben en zich meer betrokken voelen bij de uiteindelijke besluitvorming. Hierdoor hebben ze minder keuzestress en het verbetert de besluitvorming. Hij houdt even vast. Ik ga hier naar de volgende. Ja. In mijn proefschrift hebben we een keuzehulp ontwikkeld. Zoals rechtsboven te zien is, heet deze keuzehulp bevallen na een eerdere keizersnede, vaginale bevalling of een geplande keizersnede. Dit hebben we gedaan volgens een stappenplan. De inhoud is samengesteld op basis van de huidige richtlijnen. Daarnaast heeft een expertpanel hun input gegeven, zodat we de keuzehulp nog beter konden maken. En uiteindelijk heeft een groep patiënten deze keuzehulp getest en ook weer hier feedback op gegeven. In de keuzehulp is onder andere de voorkeur van de patiënt meegenomen, de eerdere ervaring met de bevalling en de keuzemogelijkheden met risico's en voordelen. En waarin deze keuzehulp opvalt vergeleken met eerdere keuzehulpen, is dat we ook de persoonlijke kans op een vaginale bevalling berekenen. We hebben een predictiemodel ontwikkeld. En met het predictiemodel kunnen we de kans op een natuurlijke bevalling berekenen. Dit doen we op basis van 6 kenmerken van de patiënt. Namelijk het BMI voor de zwangerschap, het feit of ze eerder een keizersnede heeft gehad wegens een niet vorderende bevalling, het feit of het kind waar ze nu zwanger van is in het laatste deel van de zwangerschap groter wordt geschat dan de 90ste percentiel. En dat wil zeggen dat als we kijken naar de groei van de baby's op dat moment in de zwangerschap, het kindje hoort bij de zwaarste 10%. Het feit of de bevalling wordt ingeleid, of mijn patiënt eerder vaginaal bevallen is en of zij van Nederlands of Europese afkomst is. Als we dit invullen voor een patiënt met een BMI van 22, die eerder vaginaal bevallen is en van Nederlandse afkomst, dan is haar kans op een natuurlijke bevalling 91%. Echter, op het moment dat de patiënt een BMI heeft van 30 en ze de vorige keer een keizersnede heeft gehad wegens niet vorderende ontsluiting en ook van Nederlandse afkomst is, dan is de kans 62%. U kunt zich voorstellen dat dit percentage een belangrijke rol kan spelen in de uiteindelijke besluitvorming voor de manier van bevallen. We hebben dit model getest in de Nederlandse populatie en het blijkt dat het model goed onderscheid kan maken tussen vrouwen met een lage en een hoge kans op een natuurlijke bevalling. Daarnaast kan het model ook goed de kans op een natuurlijke bevalling voorspellen. De keuze met het predictiemodel hebben we uiteindelijk getoetst in de praktijk. We hebben het toegepast in 6 ziekenhuizen. In 6 vergelijkbare ziekenhuizen kregen vrouwen de reguliere zorg- en informatievoorziening.
Vrouwen die konden meedoen aan het onderzoek waren zwanger na 1 eerdere keizersnede en nu zwanger van een eenling in hoofdligging. En we hebben hierbij gekeken naar het aantal vaginale bevallingen, het aantal keizersneden, de informatievoorziening naar de patiënt en de ervaringen van patiënten. Hier zien we een overzicht van de resultaten. In de tweede kolom zien we de groep waarbij de keuzehulp is toegepast. In de derde kolom zien we de ziekenhuizen die de reguliere zorg gaven. In de blauwe rijen zien we de belangrijkste uitkomsten. Allereerst is te zien dat het aantal vaginale bevallingen tussen beide groepen gelijk was. Echter, in de groep met de keuzehulp werd er vaker gekozen voor een geplande keizersnede, namelijk 42%. Terwijl in de controleziekenhuizen dit maar 31% was. Op hetzelfde moment was het zo dat vrouwen die kozen voor een natuurlijke bevalling hier ook vaker succesvol in waren, namelijk 77%, vergeleken met 67% in de controlegroep. Als gevolg hiervan werden er minder ongeplande keizersneden verricht, namelijk 14% in de groep met de keuzehulp en 23% in de groep die de reguliere zorg kreeg. In de groep met de keuzehulp werd er vaker voorgelegd volgens de richtlijnen en kwam het minder vaak voor dat patiënten zich niet betrokken voelden bij de uiteindelijke besluitvorming, namelijk maar 2%, terwijl het 32% was in de controleziekenhuizen. Hoe moeten we deze gegevens interpreteren? Het toepassen van de keuzehulp voor manier van bevallen leidt tot toegenomen patiëntbetrokkenheid, de richtlijnen worden beter gevolgd en er vindt een betere risicoselectie plaats, omdat er minder ongeplande keizersnedes worden verricht. En zoals eerder gezegd, zijn de kansen op complicaties groter bij een ongeplande keizersnede dan bij een geplande keizersnede. En het aantal vaginale bevallingen blijft gelijk. De conclusie van mijn proefschrift is dat de keuzehulp met predictiemodel zorgt voor een belangrijke ondersteuning in het gesprek en besluitvorming in de manier van bevallen tussen arts en patiënt. Patiënten voelen zich meer betrokken en de richtlijnen worden beter gevolgd. Er vindt geen toename plaats van het aantal keizersneden, maar er vinden wel minder ongeplande keizersneden plaats. Nu de keuze met predictiemodel in de praktijk is getoetst, kunnen we het gaan toepassen als onderdeel van de standaardzorg in Nederland. En inmiddels is een vervolgonderzoek gebleken dat het zorgt voor minder variatie in de manier van bevallen na een eerdere keizersnede tussen de Nederlandse ziekenhuizen. Ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Hartelijk dank voor deze heldere presentatie. De oppositie wordt nu geopend door professor Teunissen, hoogleraar werkwerkleren in de zorg aan deze instelling. En hij is tevens voorzitter van de beoordelingscommissie. Professor Teunissen. Dank u wel, rector. Geachte kandidaat. Ten eerste wil ik u en het team feliciteren met dit mooie proefschrift. En ik vind het een mooi proefschrift omdat het een mooi wetenschappelijk werk is met studies die op elkaar voortbouwen. En het heeft impact op de praktijk. En wetenschap met impact op de praktijk, dat klinkt simpel, maar dat is heel erg ingewikkeld. Dus dat dat gelukt is allemaal binnen de kaften van dit mooie boekje is erg knap. Het is ook goed dat u de status quo, de variatie die er was en denk voor een deel nog steeds is, ter discussie heeft gesteld en heeft gekeken wat dat betekent en wat daarachter zit. Ik ben ook zelf gynaecoloog, dus ik merk ook in de praktijk dat we dit onderzoek toepassen. En het is leuk om daarover van gedachten te kunnen wisselen. Waar ik mee wilde starten is het derde hoofdstuk, waarin u de keuzehulp beschrijft, de ontwikkeling daarvan. En in het abstract en ook in de introductie schrijft u dat het doel is, of de manier waarop een decision aid optimaal zou kunnen werken, wanneer het unbiased balanced information biedt. Wat is volgens u unbiased balanced information? Hooggeleerde opponent, allereerst hartelijk dank voor uw felicitaties. Om verder in te gaan op uw vraag. Unbalanced information wil eigenlijk zeggen dat we geen kleur of mening geven aan de informatie die we verwerkt hebben in de keuzehulp. Dus de informatie die we in de keuzehulp hebben verwerkt is gebaseerd op evidence-based onderzoek en de huidige richtlijnen. Zonder daar een mening in te geven, waardoor vrouwen
een ongekleurde informatie krijgen en daardoor eigenlijk het best hun keuze kunnen maken. Zonder ze eigenlijk in die informatie al in een bepaalde richting te sturen. Dus eigenlijk zonder een gewicht te geven aan de informatie die in de keuzehulp staat. En het als een gelijkwaardige keuze te beschouwen. En vindt u dat u daarin bent geslaagd? Ik denk het wel. En op welke manier? Want u beschrijft ook dat u veel aandacht heeft besteed, bijvoorbeeld aan de visuele weergave van risico's. Wat waren de afwegingen daarachter? Ik denk dat het wel het moeilijkste stukje was in de ontwikkeling van de keuzehulp. Omdat dit ook het meeste terugkwam in de pilotstudy en ook in de reviews van het expertpanel. Ik denk dat het voor patiënten heel moeilijk is om percentages van risico's op complicaties te wegen. Wij hebben daar in de dagelijkse praktijk natuurlijk regelmatig mee te maken, maar voor een patiënt is dat niet het geval. En om dan dat percentage in een begrijpelijke manier voor de patiënt weer te geven, is lastig. En uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen, zoals je in de keuzehulp kunt zien, om te werken met een figuur waarbij je blokjes ziet, in dit geval 1000 blokjes, en daar dan het percentage in aan te kleuren wat het risico op de desbetreffende complicatie is. Waardoor ze ook duidelijk die verhouding kunnen zien tussen wat is het totale kans, dus wat is 1000%, en wat is de kans die ik zou hebben op deze betreffende complicatie. Dus dat de verhouding ook goed in beeld kunnen brengen. Want het lijkt me nog steeds een uitdaging enerzijds om unbiased information te bieden, die wil je niet kleuren, maar het doel daarbij is om in dat shared decision making proces mensen dan eigenlijk ook niet te sturen richting een bepaalde keuze. En daar wil ik dan toch nog wat verder op ingaan, want in die mooie visualisaties van de risico's heeft u ervoor gekozen om maar één te personaliseren. En dat is het risico, of eigenlijk de kans, op het slagen van de vaginale bevalling. De andere risico's op een uterusruptuur of de kans dat dit gaat lukken in het ziekenhuis waar die mevrouw op dat moment gecounseld wordt. En die zijn niet gestandaardiseerd of niet meegenomen. Wat zou het effect kunnen zijn van alleen die feedback kans personaliseren op de manier waarop de keuzehulp in de praktijk effect heeft op de keuze van de vrouw? Hoogleraar Opnen, dank u wel voor uw vraag. Ik denk dat het best lastig is als we ervan uit zouden gaan dat eigenlijk alle risico's natuurlijk een persoonlijke kans zouden zijn. Want dan zou je een heleboel predictiemodellen in het keuzehulp moeten verwerken. Waardoor denk ik de informatie voor de patiënt niet helderder wordt. De richtlijnen stellen dat het voorlichten over de persoonlijke kans op een natuurlijke bevalling belangrijk is. Maar dat betekent wel inderdaad dat je alleen maar daar een risicopercentage of een kanspercentage in dit geval voor geeft. En de rest hou je vrij algemeen. Het is wel zo dat de kans op een natuurlijke bevalling een vatbare percentage is. In die zin dat het niet gaat over hele uitzonderlijke dingen. Het gaat over iets wat een reële kans is. Gemiddeld zo'n 72%. Terwijl bijvoorbeeld de kans op een uterusruptuur is 1%. En ik denk op het moment dat een patiënt zou moeten wegen of het risico op een uterusruptuur 0,5 of 1,5% is, dat het verschil minder evident is voor een patiënt dan de kans op een vaginale bevalling van 60 of van 90%. Dus ik denk daarom dat de reden is waarom we ook gekozen hebben om juist te kiezen voor die kans op een vaginale baring te verwerken in het predictiemodel. De gevolgen van het gebruik daarvan is dat een patiënt het zal meenemen in de uiteindelijke beslissing voor de manier van bevallen. En er is onderzoek gedaan van, moet je dan een bepaalde cut-off waarde bespreken met de patiënt? Van boven een bepaalde waarde zou ik het zeker adviseren als arts zijnde om vaginaal te bevallen, onder een bepaalde waarde niet. Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan, maar eigenlijk is die cut-off waarde nog niet echt duidelijk gevonden. En onze populatie was daar ook te klein voor om daar opnieuw een duidelijke uitspraak over te doen. Dus ik denk absoluut, als we kijken naar de resultaten van deze studie, dat het invloed heeft, dit percentage op de natuurlijke baring. Maar dat voor de vrouw alle andere waarden, zoals eerdere ervaringen met bevallingen of de voorkeur vooraf, ook een belangrijke rol spelen. Dus het is niet enkel dat percentage op een natuurlijke bevalling, maar ook de andere waarden van de patiënt, die de uiteindelijke bevalling zullen, manier van bevallen zullen bepalen. Ja, dat hoop ik ook. Ik zie wel dat het gevaar is dat het hele mooie keuzemodel, keuzehulp, dat heel veel elementen bevat, in de praktijk verwoordt tot eigenlijk alleen het predictiemodel. En als ik het bruggetje maak
van de titel in hoofdstuk 4, waarin u ook zelf zegt, the effect of the use of a decision aid, naar de titel in hoofdstuk 5, dan is het al external validation of a prediction model. Mm-hmm. Lopen we niet het risico dat we vooral dat percentage als anker gaan gebruiken in het gesprek en dat dat wordt afgezet tegen of wat we zelf als zorgverlener het gemiddelde vinden, zo rond de 70-75%, of wat de patiënten zelf al in haar hoofd had als redelijk slagingspercentage, komt het erboven, dan zegt ze goed, komt het eronder, dan zegt ze nee. Maar dat de rest van die keuzehulp met alle andere voor- en nadelen en afwegingen dan een beetje vergeten wordt. Ik denk dat we daarvoor moeten waken. Ik denk dat juist die hele keuzehulp met alle aspecten die erin zijn meegenomen, dat het als één geheel gezien moet worden. En dat het predictiemodel maar alleen daar een onderdeel van is. Uit eerdere onderzoeken blijkt ook dat een hele keuzehulp met alle informatie daarin verwerkt is belangrijk voor het besluitvormingsproces is. En het predictiemodel moet eigenlijk alleen als ondersteuning er zijn. En niet als enkel onderdeel toegepast worden. Ja, ik wilde u onderbreken, want ook mijn tijd is beperkt. En ik wilde nog graag die laatste vraag stellen. Wat nou als we dan geen predictiemodel gebruiken, maar ook gewoon een standaard risico of eigenlijk kans voor het slagen van de feedback hanteren? Dan hebben we ook geen last van het feit dat dat onevenredig veel aandacht kan krijgen in het gebruik maken van die mooie gebalanceerde keuze. Vindt u dat een goed idee? Dat zou kunnen. Eerdere keuzemiddelen worden dan ook zo ontwikkeld, hè, zonder dit persoonlijke predictiemodel. Wat wel opvallend is, is dat wij wel de eerste studie zijn waarbij een keuze met in dit geval dus ons predictiemodel, heeft geleid tot een risicoselectie. Waardoor we dus minder ongeplande keizersneden doen. En ik denk op het moment dat je dat ermee bereikt, dat dat wel een hele waardevolle bevinding is voor de huidige zorg. En is dat dan het effect van toevoegen van die predictie of van de manier waarop het keuzemodel is? Dat kun je niet los van elkaar zien. Ja, dat is toch één geheel. Dat is denk ik een belangrijke vraag, want dan zou je het met elkaar moeten vergelijken. Dan zou je eigenlijk alleen de keuzehulp zonder predictiemodel moeten toepassen en alleen het predictiemodel om te kijken welke van die twee alleen zal zorgen voor deze risicoselectie. Maar we hebben er bewust voor gekozen om dat als één geheel toe te passen. En daarom kunnen we ook alleen maar stellen dat het als een geheel wordt toegepast dat deze risicoselectie geeft. Dus als ik maandag weer een patiënt counsel, dan stelt u toch voor dat ik ook het predictiemodel blijf hanteren. Ik zou het zeker doen. Dank u wel. Dank u wel, professor Teunissen. De oppositie wordt voortgezet door professor Smit, hoogleraar oncologische chirurgie en mammachirurgie in het bijzonder aan deze instelling. Professor Smit is online. Ga uw gang. Dank u wel, mevrouw de prorector, geachte kandidaat. Allereerst wil ik u en uw team feliciteren met het prachtige boekwerk. Het combineren en het produceren van zo'n boekwerk, een opleiding, een partner en kinderen is een uitzonderlijke prestatie die maar weinigen u na zullen doen. Daarnaast hebt u vandaag een landkaart laten zien waarop Nederland groen is. Ook dat kennen we al lang niet meer. Graag wil ik met u sparren over hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk gaat over het effect van het gebruik van die keuzehulp met de individuele risicoschatting op de wijze van bevalling. Allereerst natuurlijk de briljante conclusie dat een keuzehulp kan leiden tot een 40% afname van die ongeplande seksio's en een toename van 31% van meer patiëntbetrokken van de geplande en ook veel meer patiëntbetrokkenheid. Complimenten ten aanzien van het studiedesign en de prachtige verdeling van die VBAC-rates van academisch, niet-academisch, et cetera. Maar wat vindt u daar nou zelf van? Dat je daarvoor moet stratificeren voor die eerdere rate dat zo verschilt in Nederland? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en de felicitaties. Als ik u goed begrijp, bedoelt u dat als we gaan kijken naar het seksio-percentage zoals het op dit moment is in Nederland, dat eigenlijk sterk verschilt en dat we daarvoor moeten corrigeren. Correct? Nou, ik zat zelfs verder te denken. Je kunt ervoor corrigeren, maar je kunt er ook iets mee doen.
Want stel je nou voor dat je die rate omlaag zou kunnen helpen, zou je dan niet een veel grotere slag kunnen slaan? Ja, ik denk dat dat zeker het geval is. Allereerst is natuurlijk de vraag van, dit percentage wat zo sterk verschilt per ziekenhuis, moet je dat niet ook bespreken met de patiënt? Want op het moment dat de kans op een natuurlijke bevalling in het ene ziekenhuis veel kleiner is dan in het andere ziekenhuis, dan is het denk ik wel reëel dat een patiënt daarover voorgelegd wordt. Met name als hij sterk die wens heeft om natuurlijk te bevallen. En in dat geval zou je eigenlijk het seksuepercentage per ziekenhuis openbaar moeten maken. Waardoor patiënten ook deze informatie zouden kunnen krijgen. En op basis daarvan, met name in regio's waar ziekenhuizen dicht bij elkaar liggen, een keuze kunnen maken voor de plaats waar ze gaan bevallen. Ja, dat soort getallen zijn nu niet online. Klopt. En daar komt natuurlijk bij dat we inmiddels ook de keuzehulp landelijk geïmplementeerd hebben in een implementatiestudie in 30 ziekenhuizen. Daar is wel duidelijk naar voren toegekomen dat de praktijkvariatie nu eenmaal die keuzehulp is toegepast, ook beduidend minder is geworden. Maar dat er altijd een variatie zal blijven bestaan. En het heeft toch te maken met de ervaring van het team wat voor de patiënt zorgt. Het aantal bevallingen wat gedaan wordt, maar ook de beschikbaarheid van een 24-uur operatieteam en kamer. Oké, en als je daar nu een slag zou willen slaan, wat zou dan uw eerste actie zijn? Nou goed, we zouden de getallen die we inmiddels verzameld hebben van deze 30 ziekenhuizen, zouden we openbaar kunnen maken in het stuk waar de patiënt ook de informatie kan vinden over de keuzehulp. En dat de patiënt gewoon kan zien wat de kans is in het betreffende ziekenhuis dat daar een geplande keizersnede wordt gedaan na een eerdere keizersnede of een vaginale bevalling. Maar ik denk wel dat je dat als zorgverlener... Sorry. Of moet je eerst die groepen de kans geven richting een gemiddelde te kruipen, waar ik overigens vind dat een gemiddelde niet altijd het beste is? Nee, dat klopt. En ik denk niet dat dat haalbaar is. Ik denk niet dat dat het streven moet zijn. Ik denk alleen dat de verschillen minder groot moeten zijn. Eigenlijk moet namelijk iedere vrouw in het begin dezelfde uitleg en dezelfde mogelijkheden hebben. Maar ik denk dat het niet reëel is om te verwachten van een klein perifeer ziekenhuis dat daar bijvoorbeeld 24 uur per dag ad hoc een operatieteam beschikbaar is. Dat is wel de ideale wereld, maar dat is niet zoals de praktijk is. En ik denk wel, naarmate we de keuzehulp langer toepassen, dat die variatie minder groot zal worden, omdat het de standaard wordt standaard onderdeel wordt van de zorg. Maar ja, helemaal het gemiddelde zullen de ziekenhuizen niet allemaal bereiken. Maar het blijft wel interessant dat als je dus in een kleiner ziekenhuis bevalt waar niet altijd zo'n team beschikbaar is, bij je eerste bevalling, dat dan de getallen wel daarna eigenlijk veranderen. Je kans op een ruptuur is groter, dus in een klein perifeer ziekenhuis overal, dan ergens anders. Ik weet niet of de kans op een ruptuur per definitie groter is. Want die kans is natuurlijk een gemiddelde van 1%. En het gaat om de continue zorg op de verloskamer, denk ik, om dat te monitoren. Dus dat we in ieder geval goed de fetale conditie in de gaten houden. Maar ik denk dat het meer gaat om de zorg die acuut gegeven kan worden op het moment dat het gebeurt. En ik denk dat dat een reden kan zijn voor de zorgverlener om inderdaad minder risico's te nemen en sneller te zeggen van we gaan toch nu een keizersnede doen in plaats van misschien toch nog even afwachten om te kijken hoe het kind zich gedraagt tijdens de bevalling. Die ruimte heb je minder op het moment dat er nog een operatieteam in huis moet komen wat er een uur over doet. Ja. Zijn er nu plannen om te kijken van hoe kunnen we die variatie in Nederland wat naar beneden brengen? Of wat kleiner maken? Ja, ik denk dat de eerste stap in ieder geval nu gemaakt is door die keuzehulp. Dus dat we eigenlijk de informatie voorzien aan de patiënt, dat die geuniformeerd is. En de volgende stap is natuurlijk dat we op ziekenhuisniveau ook gaan proberen die variatie minder groot te maken. Ja ik ben bang dat je toch al wat sneller bij fuseringen van kleine ziekenhuizen naar een groter ziekenhuis terechtkomt. Waardoor je wel die 24-uursbezetting kunt waarborgen.
Of er moet een betere investering gedaan worden in de zorg, waardoor je wel 24 uur een team in huis hebt. Ja, ik denk dan fuseren hebben niet per definitie iets goeds gebracht. Maar goed, in deze kan het dan heel waardevol zijn. Even een ander onderwerp. Op pagina 152 beschrijft u die inschatting op de kansen op die sectio. En ik zat te kijken naar de dominante rol van BMI in dat model. Ja, zou u dat wat meer toe kunnen lichten? Zou je de pagina nog één keer kunnen herhalen? 122. En uw vraag was of ik de impact van het BMI zou willen toelichten. Ja, ik was wel onder de indruk. Ja, we weten dat de kans op een vaginale bevalling sterk wordt beïnvloed door het BMI. En we hebben deze predictor is ook uitgekomen in de ontwikkeling van het predictiemodel. Bij de ontwikkeling van het predictiemodel hebben we alle mogelijke predictoren meegenomen voor de kans op een vaginale baring. En BMI is een van de zes die eruit is gekomen als sterkste predictor op die kans. En dat is natuurlijk iets wat met name in deze tijd met toename aan BMI een steeds grotere rol gaat spelen bij de patiënten. Het is natuurlijk ook wel zo dat je secundair daar vaak ook diabetes bij ziet, wat ook weer een predictor is voor de kans op slagen van de natuurlijke bevalling. Dus daar zal zeker ook een invloed van zijn, ook is niet overgebleven als predictor. Maar het BMI zelf heeft een belangrijke rol in die kans op een natuurlijke bevalling. En dat geldt niet alleen voor een tweede bevalling, dus na een eerder keizersnede, maar ook voor de eerste bevalling, als iemand voor het eerst gaat bevallen. En beschouwen jullie dan BMI als een statische of een dynamische factor? Ja, ik denk in principe, ja, het is natuurlijk wel iets wat verandert in de loop van de zwangerschap. Ik denk dat je het wel dynamisch moet zien. Ja, het is ook zo dat wij in de loop van de zwangerschap ook vrouwen naar de tweede lijn worden verwezen, omdat ze dus boven een BMI van 40 komen. Dus dat de risico's daarmee wel groter worden. En ook de kans op complicaties bij de bevalling. Ja, en doen jullie nog iets anders dan alleen naar de tweede lijn doorsturen? Of wordt er ook ingezet op meer bewegen, gezonder leven? Ja, in principe is het zo dat vrouwen met overweg per definitie het advies krijgen om bij een diëtiste langs te gaan in de zwangerschap. Omdat het onwenselijk is dat zij fors aankomen in gewicht tijdens de zwangerschap. Het liefst wil je dat maar 5 tot 7 kilo is gedurende de hele zwangerschap. Terwijl dat nu dus gemiddelde is voor een zwangere met een normaal BMI. Dus op het moment dat zij met dit BMI in zorg komen, adviseren we eigenlijk om bij een diëtiste toch adviezen te krijgen hoe zij een gezond gewicht kunnen houden. En ja, dat kan middels bewegen zijn, het kan middels voedingsaanpassingen zijn. We zijn natuurlijk ook alert op andere risico's. Dus we zullen deze vrouwen ook screenen op de kans op diabetes gravidarum, omdat ze dat ontwikkelen in de zwangerschap. En we zullen ook alerter zijn op de groei van het kind, omdat zij een grotere kans hebben op het krijgen van een macrozoonkind. Zijn er plannen om iets van een programma te ontwikkelen? Om wat breder in te zetten? Ik denk dat het wel een heel goed idee is. Ik weet niet of die plannen er al zijn, maar ik kan me voorstellen dat er zeker al over na wordt gedacht. En ik denk met name gezien de huidige ontwikkelingen dat dat ook heel zinvol zou zijn. Omdat we eigenlijk daarmee onze zwangeren gezonder houden. Heel, heel erg bedankt voor je antwoorden. En dan geef ik nu het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Smit. De oppositie wordt voortgezet door dokter Wijnands. Zij is epidemiologe aan deze universiteit en de KU Leuven. Dokter Wijnands. Dank u wel, prorector. Geachte kandidaten. Eerst en vooral moet ik u feliciteren met het indrukwekkende proefschrift. Ik draai al een tijdje mee in het domein van de predictiemodellering. En wat we zien is dat er honderden en honderden modellen ontwikkeld worden. Vaak zelfs tientallen voor exact hetzelfde te voorspellen. Maar dat er nauwelijks modellen gevalideerd worden. Nog veel minder de impact geëvalueerd wordt. En nog veel minder de weg naar de praktijk gevonden wordt. Dus dit is echt een tour de force. En dat niet alleen.
Ik ben natuurlijk ook heel blij met de resultaten die u gevonden heeft. Want het is ook maar de vraag of al die predictiemodellen ook wel echt een verbetering voor de patiëntenzorg opleveren. En ik denk dat u heel mooi heeft laten zien dat dat wel het geval is. Desalniettemin heb ik toch een aantal vragen. Laten we beginnen op pagina 80. U heeft uw keuzehulp getest in een gerandomiseerde studie. En daarbij heeft u de keuzehulp laten gebruiken in een aantal ziekenhuizen. In totaal gaat het over bijna 500 vrouwen. Maar daarna zie ik dat een heel deel vrouwen, iets meer dan 200, toch niet de keuzehulp voorgeschoteld gekregen hebben of aangeboden gekregen hebben, terwijl dat toch de bedoeling was. Hoe komt dat volgens u? Zeer geoorleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en voor de felicitaties. Het is inderdaad een feit dat maar een deel van de vrouwen, 56%, in de interventiegroep de keuzehulp gekregen heeft. En ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Allereerst denk ik dat er een hiaat ligt wellicht bij de zorgverlener op dat moment. De opzet is in principe geweest dat alle zorgverleners getraind zijn voordat zij de keuzehulp gingen gebruiken. Maar dat toch een deel hier in de spreekkamer niet aan denkt. Of misschien er wellicht niet achter staat, dat is moeilijk te zeggen nu. Maar waardoor ze in ieder geval die keuzehulp niet hebben uitgereikt aan de patiënt. En toch gecounseld hebben zoals ze dat van tevoren gewend waren. Mm-hmm. Feit blijft natuurlijk wel dat het een onderzoekssetting is. Met als doel een strategie te implementeren om de richtlijnadventie te vergroten. En omdat het een implementatiestudie is, is het te verklaren waardoor die implementatie nog niet volledig is geweest in deze onderzoekssetting. En wat je natuurlijk hoopt is dat door het meer te gaan gebruiken, of door te bewijzen dat het zinvol is, wat we nu inmiddels gedaan hebben, dat ook meer zorgverleners overtuigd zijn van het nut en het daardoor ook meer zullen toepassen in hun spreekkamer. Dat is natuurlijk maar de vraag, want ook het omgekeerde zou kunnen gebeuren. Het zou kunnen dat hier de adherentie net heel hoog was, omdat ze wisten dat ze in een onderzoekssetting zaten. Hoe denkt u daarover? Dat zou kunnen. Ik denk dat op het moment dat er een onderzoeksetting is, dat je altijd meer aandacht hebt voor het betreffende onderwerp dan wanneer het niet op dat moment onderzocht wordt. Ik denk dat het wel zo is dat ook al gebruikt, is de keuze ook niet gebruikt in de praktijk, dat de kennis die de zorgverleners hebben gekregen bij de training, dat ze die toch kunnen meenemen in hun spreekkamer. Dus dat ze toch wellicht bewuster met de counseling bezig zijn. En het blijkt ook dat als we gaan kijken naar de mensen die geen keuze hebben gekregen, maar wel in de interventiegroep zaten, dat dat toch al een effectmeting te zien was. Dat er toch ook al meer betrokkenheid was bij de uiteindelijke besluitvorming, dat er toch vaker gekanseld werd volgens de richtlijnen, vergeleken met de controleziekenhuizen, waar de keuzehulp überhaupt niet geïntroduceerd is. Dus ondanks dat we maar een deel van de patiënten uiteindelijk de keuzehulp hebben kunnen uitreiken, is er toch voldoende kennistoename geweest bij de zorgverleners, of in ieder geval genoeg bewustwording, om dit toch mee te nemen in de counseling naar de patiënt toe. Ja. Heeft u dan misschien ook tips voor hoe we ervoor kunnen zorgen dat artsen wel die keuzehulp gaan toepassen in de praktijk? Heb je misschien bevraagd in je studie ook hoe zij daar tegenover staan? We hebben het zeker gevraagd. Het heeft niet de proef zich bereikt, omdat we dat nog niet volledig in een artikel hebben kunnen verwerken. Maar het is zeker besproken met de zorgverleners die ook meedelen aan de studie. Er waren wel een aantal aandachtspunten inderdaad. Met name dat het gebruik van de keuzehulp en het samen doorlopen tijd kost. Mm-hmm. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Een reguliere controle van een zwangere is meestal 10, maximaal 15 minuten. En als je dan naast de standaardse controles ook nog de keuzehulp samen moet doornemen, dan kost dat tijd en is dat wellicht te weinig. Mm-hmm. Dus je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om voor het counselingsconsult een dubbel consult in te plannen. Of misschien zelfs een speciaal spreker daarvoor in te richten. Dat vrouwen voor een termijn van 36 weken op een speciaal spreker komen waar de desbetreffende zorgverlener de tijd kan nemen om te counselen en samen met de keuzehulp kunnen doornemen. Ja, dat is een antwoord dat me niet verrast. Want we weten uit eerdere studies naar predictiemodellen in de praktijk dat die tijd
één van de redenen is waarom artsen het niet willen gebruiken. En daarom vond ik het ook des te meer opvallend dat u bij de ontwikkeling van de keuzehulp de hulp wel gepilot heeft bij patiënten, maar als ik het goed begrepen heb, niet bij artsen. En hadden jullie, als jullie dat wel gedaan hadden, en misschien anders vorm kunnen geven, zodat die sneller te doorlopen is, of andere aanpassingen waren dan misschien aangewezen geweest, opdat dokters hem wel graag of sneller zouden willen gebruiken? Zo ver zijn we niet gekomen, maar ik heb daar wel ideeën over. Met name in de huidige tijd. Hè, deze keuzehulp is natuurlijk inmiddels al een aantal jaren geleden ontwikkeld. We zijn ook van plan om ook weer te gaan reviseren naar de huidige tijd toe. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we een digitale variant zouden kunnen introduceren. Of in de vorm van een filmpje dat patiënten kunnen kijken. Want wat ook naar voren kwam in de toetsing van de keuzehulp is dat het bijvoorbeeld eigenlijk te weinig onderzocht is of patiënten met laaggeletterdheid of beperkt vermogen om de keuzehulp te begrijpen, of dat dan ook voldoende aansloeg. En ik denk dat dat, in combinatie met die tijd waar we natuurlijk bewust van zijn, dat we in een digitale vorm wellicht dat wat makkelijker kunnen doorlopen samen met de patiënt. Ja, misschien. Ik heb nog vragen over hoofdstuk 5. Het is spijtig dat ik de minuten zo snel zie wegtikken. Ik heb een heleboel vragen voor jou. Een heel groot onderwerp, wanneer we het hebben over het toepassen van predictiemodellen in de praktijk en ook artificiële intelligentie in de praktijk, waar het dichtbij aanleunt, is hoe gaan we nu die predictive performance monitoren doorheen de tijd. Blijft het model goed werken? Dat is een groot vraagstuk waar geen antwoord op is. Er zijn indicaties dat dat niet altijd het geval is. En dat is heel erg uitdagend vanaf het moment dat zo'n model wordt geïntroduceerd in de praktijk. Want als het model gebruikt wordt en goed gebruikt wordt, dan gaan je risico's veranderen. En de selectie van patiënten waarop je het model kan valideren, wordt ook anders. Ja. Is dit iets waar jij over nagedacht hebt? En hoe denk jij dat we monitoring in de praktijk moeten aanpakken? Zeker, opnieuw hartelijk dank voor deze vraag. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is wat u aansnijdt. De zorg verandert heel erg. Ik denk dat we door de afgelopen 10 jaar, het simpel project loopt, dat er al heel veel veranderingen zijn geweest in de zorg rondom keizersnedes. Ik denk ook dat het toepassen van het model het ook weer kan veranderen. Dat is ook de reden waarom we het extern gevalideerd hebben. Maar de patiëntpopulatie verandert, de zorg verandert. En het zijn allemaal factoren die je daar denk ik ook moet meenemen, die de kans op die natuurlijke bevalling kunnen beïnvloeden. Ik denk dat eigenlijk als we het goed zouden willen doen, dat we iedere 5 jaar eigenlijk opnieuw het model zouden moeten extern valideren. Om te kijken of het nog steeds dezelfde performance heeft als op het moment dat die extern gevalideerd werd. En dat geldt ook alleen voor de populatie waarin die nu is toegepast. Dus zodra die op een andere populatie toegepast wordt, bijvoorbeeld over de grens in België of in Duitsland, zul je het ook opnieuw moeten doen. Omdat het allemaal sterke invloed kan hebben daarop. Niet alleen, want de vrouwen die een trial of labor doen, die verandert ook door de beslissing. Dus ik weet niet wat het volledige antwoord is op dit heel moeilijke probleem. Maar misschien kunnen we daar een andere keer dan nog verder over discussiëren. Want ik denk dat mijn tijd op is. Dank u wel, dokter Wijnands. De oppositie wordt voortgezet door dokter Merks. Zij is verloskundig docent aan de Academie van Verloskunde van de Universiteit Maastricht en Zuid-Hogeschool. Dokter Merks. Dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte kandidaat. Gefeliciteerd ook namens mij met uw proefschrift en de felicitaties ook voor het hele onderzoeksteam waar u deel van uitmaakt. U ook voor de duidelijke presentatie, dank. U geeft aan dat u het aantal keizersnedes niet wilt verhogen en dat uw interventie daarbij helpt. De cliënt die krijgt in uw werk ook een duidelijke rol. Dat hoort bij deze tijd en dat hoort ook bij de rol die wij als zorgverleners hebben. Immers de cliënt die draagt de consequenties voor haar keuze. En dat doet ze voor de rest van haar leven. Dus het is van belang dat zij daarbij betrokken is. En het is indrukwekkend om te zien dat 2% maar zegt van ik ben niet betrokken. Het zou liefst 0% zijn, maar goed, het is een heel klein percentage wat zegt van ik ben niet betrokken geweest bij die keuze. Dus dat is heel mooi.
Mijn complimenten ook voor het betrekken van de leerstoel verloskunde onder leiding van Ramon de Vries en nu professor Marianne Nieuwenhuizen. En dat brengt mij ook bij mijn rol als verloskundige. Want verloskundigen hebben bij uitstek het vertrouwen in de fysiologie bij de baring en in de kracht van de vrouw. En ja, mijn waardering dus ook dat u dat vertrouwen hebt ingebracht in uw werk. Verloskundigen gebruiken het woord birth voor bevalling. U gebruikt het woord delivery in uw werk. Misschien is dat ook met dezelfde achtergrond, maar daar wil ik graag met u over van gedachten wisselen. U geeft aan dat u in uw interventie niet streeft naar meer seksio's. Ik kan me voorstellen dat het zou kunnen zijn dat je door de interventie juist minder seksio's nastreeft. Ik lees daarover niets. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat is uw afweging geweest om ja, te kijken van, ik hoop dat we niet meer seksio's krijgen? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en de felicitaties. Ik denk een mooie vraag. De reden waarom we gekozen hebben voor dit design is dat we wereldwijd eigenlijk een toename zien van het aantal keizersnedes in de afgelopen decennia. En we in vooronderzoeken hebben gezien dat eigenlijk de zorg rondom vrouwen met een keizersnede in het algemeen, dus niet speciaal voor deze groep, maar in het algemeen, dat daar nog veel verbeterpunten zijn. Wat met name naar voren kwam in deze groep, is dat maar 15% van alle vrouwen adequaat voorgelegd werd. En we dachten dat daar eigenlijk een grote winst in zou zitten, om in ieder geval voor te zorgen dat vrouwen zich meer zouden betrokken voelen bij die uiteindelijke besluit tot manier van bevallen. De reden waarom we niet gekozen hebben voor meer vaginale bevallingen, is dat in onze setting in Nederland we eigenlijk al een heel hoog aantal vaginale bevallingen in verhouding hebben tot andere landen in Europa en wereldwijd. Dus om die reden hebben we gedacht van ja, er is een trend de afgelopen jaren. De vraag is of we die trend kunnen keren. Misschien moeten we eerst beginnen met de zorg verbeteren zonder toename van aantal vaginale bevallingen of aantal keizersnedes. En dat we wellicht in de toekomst misschien nog die slag zouden kunnen slaan. Maar dat we eerst zorgen dat we beter volgens richtlijnen voorlichten, dat we meer uniforme zorg geven en de betrokkenheid van de vrouwen verbeteren. We zien dat in onze studie dat aantal vaginale bevallingen niet minder is geworden, ook niet meer. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat in landen waar het trial of labor percentage veel lager ligt, dat je dat effect wel zou kunnen meten. Alleen dan zou je natuurlijk wel de keuze op een predictie daar ook weer opnieuw daar moeten toetsen om te kijken of het op dezelfde manier ingezet kan worden. En u vertelt in uw inleiding ook dat de variatie tussen de 6 en de 54% is. Dat is een hele grote variatie, die is verkleind, zegt u. Waar ik heel erg benieuwd naar zou zijn, is wat doen die ziekenhuizen die een 6% percentage hebben, wat doen die? En hoe zijn de uitslagen, hoe zijn de uitkomsten van de vrouwen en de kinderen die daar een baring hebben? Zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor deze vraag. Het is een stukje wat we niet helemaal in kaart hebben kunnen brengen, omdat we tekort hadden aan data op ziekenhuisniveau. Dus we weten wel iets over de patiënten, hoe die bevallen zijn. Maar niet zozeer waarom in bepaalde ziekenhuizen dat percentage nou minder of meer was. Wat is uw indruk? Wel hebben we gezien dat met name in die kleine ziekenhuizen, de kleine perifere ziekenhuizen, het aantal keizersnedes beduidend groter lag dan in de grote opleidingsziekenhuizen en academische ziekenhuizen. Mm-hmm. En we hebben dan toch het idee dat het feit dat het team dan heel klein is, de 24-uurs bezetting van de operatiekamer niet gegarandeerd worden, dat wellicht een grote rol speelt. En op het moment dat je bijvoorbeeld met een klein team gynaecologen bent, waardoor je samen alle diensten moet opvangen, dan zul je misschien, maar dat is een interpretatie, dat is geen feit dat we gevonden hebben, maar dan zou je misschien kunnen denken om 11 uur 's avonds van ja, deze mevrouw die voelt niet zo voldoende in haar bevalling, ik wil eigenlijk niet midden in de nacht risico's lopen, mm-hmm. We gaan toch maar alvast die keizersnede doen in plaats van haar misschien nog een paar uur de kans geven om natuurlijk te bevallen. Mm-hmm. Maar mocht dat zo zijn, en dat zou uit onderzoek naar voren komen, dan zou dat ook een hele mooie boodschap zijn voor de politiek om meer geld te geven, dat
dokters niet zo moe zijn. Absoluut. En dat ze ook, ook 's nachts dat er goede zorg gegarandeerd kan worden. En dat de faciliteiten aanwezig zijn. Absoluut. En dan is het verschil tussen 6 en 54 wel heel groot. Ja, de moeite waard misschien om daar iets aan te doen. Ja, ja. Ik denk dat daar nog wel een grote slag valt te slaan. Mm-hmm. Ik ben al blij dat we met het implementeren van de cursushulp al minder variatie hebben kunnen bewerkstelligen. Maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Mm-hmm. Oké, dankjewel. Ik heb nog een andere vraag als het mag. Ik moet hem even zoeken. U vertelde... u gebruikt shared decision making in het model. Wat is voor u de meest pregnante, goede uitkomst van geslaagde shared decision making? Ik denk dat als de patiënt tevreden is met haar uiteindelijke beslissing. En heeft u dat onderzocht? We hebben de intentie gehad om het te onderzoeken. Mm-hmm. Maar we zijn niet zo ver gekomen dat we dat in dit proefschrijf konden verwerken. Ja. Maar er is wel nog, en daar verwijs ik ook naar in hoofdstuk 4, er is een uitgebreidere vragenlijst naar de patiënten toegegaan, na deelname aan de studie, om daar wel meer vragen over te stellen. En dus ook inderdaad, behalve voel je je betrokken bij de beslissing, maar dat is nu eigenlijk de vraag die terugkomt. Ook de vragen van, goh, in hoeverre heeft het geholpen in je beslissing? Ben je tevreden met je beslissing ook achteraf? Ja, daar zullen we nog een verdere studie naar moeten doen. Mm-hmm. Oké, dankjewel. Mevrouw de prorector, bedankt wel. Dank u wel, dokter Merks. De oppositie wordt online voortgezet door dokter Braspenning van het instituut IQ Healthcare aan de Radboud Universitair Medisch Centrum. Dokter Braspenning. Ja, dank u wel, mevrouw de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil heel erg graag u feliciteren, u feliciteren met uw proefschrift. En daarbij ook uw promotieteam weer zou ik daarin willen betrekken. Ik vind dat het een mooie opbouw kent en dat u ook gedegen werk laat zien in de uitvoering. Desalniettemin wil ik toch heel erg graag nog even een aantal kritische vragen met u doornemen. En ik zou eigenlijk willen beginnen met een vraag rondom hoofdstuk 2. U heeft gezegd, ik ga eens kijken waar die variatie nu precies vandaan komt. Zit de variatie vooral aan de kant van de patiënten? Of zit de variatie vooral aan de kant van de ziekenhuis? En als ik het goed begrijp, zegt u van, 15% van die variatie wordt verklaard door de patiënten en 85% door de ziekenhuizen. Ook als eerste vraag voor u, was u verrast door deze uitkomst? Zegeleden opponent, hartelijk dank voor uw vragen en uw felicitaties. Verrast, ja, ik denk het wel. Ik denk dat we gehoopt hadden dat we meer konden verklaren door de patiëntverschillen. En uiteindelijk bleek toch het allergrootste deel verklaard te worden door andere factoren. Maar wel bevestigend dat er daardoor een punt is waar we op verder onderzoek konden doen. En ook met name onze implementatiestrategie op konden richten. Ik ben heel erg blij dat je dat zegt, want u zegt van met deze resultaten ben ik eigenlijk aan de gang gegaan met het maken van een decision tool. Als u nou kijkt naar de inhoud van uw decision tool, zou u dan denken dat dit vooral een interventie is op patiëntniveau of een interventie is op het niveau van de zorgverlener? Ik denk beide. En als u daar een gewicht aan zou moeten geven, hoeveel zit u dan aan de kant van de patiënt? En hoeveel aan de zorgverlening? Ik denk dat als je met name kijkt om het doel van de keuzehulp, en dat is dus de richtlijnadherentie vergroten, patiënt meer uniform counselen, en uiteindelijk dan natuurlijk de patiënt meer betrekken bij de besluitvorming, misschien 60% voor de zorgverlener en 40% voor de patiënt. Oké. Dus het zou wel een beetje kunnen kloppen met die percentages die u gevonden heeft. Hè? 15-85, u zegt ik ga een interventie opzetten waarbij ik zowel de patiënt wat tegemoet wil komen om tot een goede keuze te komen, in ieder geval om tot een geïnformeerde keuze te komen. En ik ga ook aan de kant van die zorgverlener kijken wat ik kan doen om dat zo goed mogelijk met z'n tweeën voor elkaar te krijgen.
Als ik kijk naar het decision tool, dan zie ik dat u vooral heel veel materiaal heeft ontwikkeld. En met name ook materiaal die de zorgverlener kan gebruiken om de patiënt goed van informatie te voorzien. Wat heeft u gedaan aan de kant van de zorgverlener? Heeft u ook geprobeerd gespreksvaardigheden te ontwikkelen? Heeft u dat überhaupt overwogen? De zorgverlener is middels een 1 uur durende training geïnformeerd over de keuzehulp zelf en over het gebruik daarvan. Dus wel over hoe pas je er toe in de spreekkamer, hoe loop je samen die stappen van de keuzehulp door. Want eigenlijk is de keuzehulp gebaseerd op 8 elementen van besluitvorming. En het belang daarvan is uitgelegd om uiteindelijk tot die shared decision te kunnen komen. Ik denk, als we achteraf kijken naar hoeveel de keuzehulp gebruikt is in de uiteindelijke interventiegroep, dus 56%, dat we daar misschien nog wat meer aandacht voor hadden mogen hebben. Waardoor wellicht die keuzehulp nog beter was gebruikt in de praktijk. Maar dan heeft u het vooral over de frequentie dat het gebruikt wordt, maar heeft u ook inzicht in hoe het gebruikt wordt in de spreekkamer? Eigenlijk hebben we daar niet duidelijk onderzoek naar gedaan. We hebben natuurlijk wel, nadat de keuzehulp is toegepast, gesproken met artsen over hoe zij het gebruik ervaren hebben. Maar de daadwerkelijke counseling en hoe informatie gedeeld wordt met de patiënt, daar hebben we eigenlijk niet veel informatie over gekregen. En als je we gaan er wel van uit... Maak u ze maar af... We gaan er wel van uit, omdat de informatie in de keuzehulp uniform is, dat in principe dus wel alle patiënten die informatie gekregen hebben, al dan niet schriftelijk of nog bevestigd door de zorgverlener, die volgens de richtlijnen aan hun gegeven had moeten worden. Ja, en als u het onderzoek nou nog een keertje opnieuw zou mogen doen, dat willen onderzoekers altijd graag, hè? Hebben er veel van geleerd en ze willen het misschien nog wel een keertje doen. Wat voor tips zouden u dan kunnen geven over die gesprekstechnieken? Wat zou u uw collega's toch mee willen geven? Hartelijk dank voor deze vraag. Ik denk dat we misschien nog wat vaker tussentijds met de zorgverleners hadden moeten evalueren hoe het gebruik van de keuzehulp verliep. En wellicht zelfs consulten observeren. Ik denk dat dat wel heel intensief onderzoek is, want dan ga je het echt op de persoon beoordelen. Maar ik denk wel, als je goede tips wilt geven over counseling, je het eigenlijk per persoon zou moeten bekijken. Wat zou je dan vooral willen zien? Wat moet de gynaecoloog nou doen? Ik denk dat we dan teruggaan naar de basis van de keuzehulp. Dat we eigenlijk eerst moeten bespreken met de patiënt wat zijn de voorkeuren voor de manier van bevallen voordat je überhaupt het gesprek begint. En dat je daarna gaat discussiëren over wat zijn je eerdere ervaringen geweest met bevallingen. Zijn daar angsten uit voorgekomen of juist voorkeuren? Wat zijn de mogelijkheden die je nu hebt? Hoe weegt de patiënt ook die voor- en nadelen? Want dat is per patiënt anders. En dat je dan uiteindelijk samen door dat gesprek tot een beslissing komt. Zonder eigenlijk te veel sturend te zijn. Want het blijkt niet alleen uit deze studie, maar ook uit een heleboel andere onderzoeken, dat we eigenlijk als artsen toch nog onze rol in die shared decision making misschien wel overschatten. En dat we toch nog vaak wel sturend zijn in die besluitvorming. Ja, dat vind ik wel een hele mooie opmerking van u. Dat u zegt misschien sturen we toch nog wel iets te veel. Heeft u daarvan gehoord? Geven patiënten dat ook aan? Hebben ze dat wel eens eerder gemerkt? Niet zo in de terugkoppeling van patiënten zelf. Ik denk dat dat meer iets is waar we nu in het algemeen mee bezig zijn met het samen beslissen. Wat een pijler is van het FMS op dit moment om na te streven de komende jaren. Dat uiteindelijk toch blijkt dat wij denken dat we het heel erg goed doen in de spreekkamer door samen te beslissen. Maar dat patiënten het dan toch vaker aangeven, dus het is wel buiten dit proefschrift, dat het toch vaak nog gestuurd wordt door de zorgverlener een uiteindelijke keuze. Ja, en hoe krijgt u, we hebben het heel even gehad ook bij de eerste spreker over de inhoud van de decision tool. En toen zei je er moeten ook wel andere waarden van de patiënten, die moeten ook besproken worden. Wat voor waarden zit u dan aan te denken?
Nou goed, het kan bijvoorbeeld zijn dat een patiënt heel veel waarde hecht aan een uur huid-op-huid contact met hun pasgeboren kind. En dat is iets wat bij een natuurlijke bevalling bijvoorbeeld... U mag de vraag kort afmaken. En dat kan iets zijn wat bij een keizersnede minder makkelijk te realiseren is dan bij een natuurlijke bevalling. Terwijl het helemaal los staat van complicaties, risico's of kansen. Maar iets wat een patiënt individueel heel belangrijk kan vinden. Mooi, dank u wel. Dank u wel. Amy van Kan, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Amy van Kan, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positieve oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Hoogleraar Nijhuis is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Dat is heel mooi. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend en gelet op examens in het verleden afgelegd, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Amy van Kan, tot doctor te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. En ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dr. Amy van Kan, natuurlijk van harte proficiat en een welverdiend applaus en alle goeds toegewenst. Maar voor de laudatio geef ik het woord aan Lisbeth Schepers. Lieve Amy, aan mij de eer om de laudatio te mogen uitspreken. En eerlijk gezegd, niet eenvoudig. Want bij een goede laudatio horen speldenprikjes en het liefst smeuïge anekdotes. En ik heb gezocht, maar niks te vinden. Niks. Niet in mijn eigen ervaringen en ook niet bij je collega's. Bij de diapresentatie van de start van je opleiding werd vermeld dat je volleybal speelt. Niks, geen paaldanser. Je bent gewoon degelijk. En toen ging ik nadenken. Doe mij maar zo'n degelijke dokter. Doe mij maar zo'n degelijke wetenschapper. No nonsense, doorwerken, doorgaan. Ondanks tegenslagen in je privéleven die het je echt niet altijd eenvoudig hebben gemaakt. Ondanks het harde werk in het Zuiderland, wat het zeker niet eenvoudig heeft gemaakt. Maar het is volbracht. Ik kan trots zijn. Ik weet dat je meer dan één keer op het punt hebt gestaan om de handdoek in de ring te gooien. Tegenslag bij het weer kunnen herschrijven van een afwijzing van een artikel, terwijl je dat niet gedacht had. Plannen dat je voor de geboorte van je kind wil promoveren en nu met de tweede in je buikje staat. En dat is allemaal niet belangrijk. Want juist in het volhouden zit de kracht. Je mag feest vieren. Want eigenlijk was je de ideale promovendus. Zelfredzaam, zelfsturend, zelfdenkend. Je hebt sturing nodig gehad bij de methodologie, maar niet meer dan verwacht. Je hebt sturing nodig gehad bij de organisatie, maar veel minder dan verwacht. Je hebt sturing nodig gehad bij het schrijven, maar nog veel minder dan verwacht. En je hebt sturing nodig gehad bij duiden, maar eigenlijk maar heel erg weinig. En ja, niet de snelste, maar je hebt het er ook altijd naast gedaan. En dat valt echt niet mee. Deze taak kan van je bord. En je hebt de kennis dat je een belangrijke rol hebt gehad in het eenvoudig maken van het leven van zoveel dokters. Individualiseren van zorg is zoveel makkelijker met de juiste hulpmiddelen. Maar belangrijker nog, het verbeteren van de zorg voor zoveel vrouwen in Nederland. De jaarlijks zeker 20.000 vrouwen die een keuze moeten maken over hun bevalling na een eerdere keizersnede.
Nu op naar het afronden van een nog veel belangrijker project. En eerlijk is eerlijk. Het uitbreiden van je gezin is minstens zo belangrijk dan het uitbreiden van je titels. But you did it all. Amy, gefeliciteerd. Vrienden en familie, jullie mogen heel erg trots zijn. Marco, Puk en Pukkie 2, nu even alle volle aandacht voor jullie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dokter Van Kan, namens de Universiteit Maastricht feliciteren wij u van harte met de behaalde dokterstitel. In stelling 11 beschrijft u dat promoveren een lange reis is. Aan deze reis komt vandaag, hopelijk laat in de dag nog, komt een einde. Ik hoop niet dat uw wetenschappelijke reis eindigt. En dat u toch nog ook, al bent u voornamelijk werkzaam als klinicus in het Zuiderland, dat u toch nog af en toe wetenschap wil doen. Want u hebt hier vandaag gehoord hoe goed u dat heeft gedaan. En er starten ongetwijfeld ook een aantal mooie nieuwe reizen. Daar wens ik u heel veel geluk mee. Ik overhandig u nog een cadeau van de universiteit. En ik wil ook graag alle opponenten hier bedanken. Met name de opponenten van buiten, namens de Universiteit Maastricht. Dank voor uw aanwezigheid. Dan sluit ik deze academische zitting. Maar niet voordat ik eerst het publiek heb gevraagd om de ruimte te verlaten. U mag al op weg naar de receptie. Wij zullen hier nog een foto maken, hier op deze plek, met de mensen online. En dan nog een foto op de trap. En met deze woorden sluit ik deze academische zitting.